Een goede morgen. In ieder geval, hier is morgen. Ik hoop dat jullie weer zin hebben in een nieuwe video. Het is vandaag een beetje een dubbele video. Ik hoop dat ik ook daar wat mag filmen. Maar dan kan ik niet beloven of ik dat wil ook. En we komen nog wel op. In ieder geval, vandaag is de dag dat Jente... ja, ze is al verkocht. Maar wordt weggebracht. Het is best wel heel erg snel gegaan. Sorry, ik ben trouwens nog steeds een beetje ziek. Daarom is de vlog ook later geüpload. 2 dagen. Dus niet vandaag, maar morgen, zeg maar. Dus ik film nu en dan ga ik vanavond editen. En dan komt hij morgen online, zodat hij zo snel mogelijk online staat. Maar ik ben de hele... Hi, liefje! Ik ben de hele week een beetje ziek geweest. Dus ik ben af en toe aan het blaffen tussendoor. Maar goed, het is sneller gegaan dan we dachten. Ze zijn twee keer bezig kijken. Ik dacht 3 keer zelfs. Nee, 2 keer. Het zou eigenlijk 3 keer zijn, maar het voelde zo goed. Dus we zijn met afspraken ook gekomen. En ja, vandaag is dan de dag. Ze krijgt echt een super mooi plekje. Ze weten van dat ze licht onregelmatig is geweest ook voor. Ze hoeft de sport niet meer in. Ze komt met een grote stal met een uitloop. Ja, ik ga dus even vragen of ik dat ook mag laten zien op de vlog aan jullie. Zodat jullie ook zien waar Jen terecht is gekomen. Het is nu vroeg. Oh, kijk eens wie daar is. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op beeld. Wacht even. Oh, nee. Hij vliegt nu weg. Oh, nee. Oh, er vloog echt een vlinder. Echt voor mijn neus. Heel apart. Dus misschien is dat ook wel een teken dat ik een goede keuze heb gemaakt, hè? Laten we het even zo zien. Gooi even de deur open. Ja, ik hoop dat ik jullie daarin mee kan nemen. En ik heb nog een heel leuk nieuwtje. Maar dat kan ik pas later vertellen. Het is een beetje donker als ik zo aan loop. Want dat kan ik pas later vertellen. Want ik weet niet zeker of dat doorgaat. Maar als het doorgaat, dan is het echt ontzettend leuk. Nu komt er ook weer wat nieuws in de stallen. Want het is natuurlijk zo, als Jente weg is, staat Ro alleen. En dan zou je zeggen, misschien bij Santos of Vis. Maar dat gaat echt niet goed, want die wordt gewoon geplet. Dus ja, ik ga nu even voeren. Want de kinderen zijn ongeduldig. Dus ik zie jullie zo meteen weer. En dan vertel ik jullie wat meer. Gisteren was ik natuurlijk ziek en het was echt enorm noodweer. En nu... Het zou heel erg noodweer, het zou code geel of zo gaan worden met hagel en alles. Het gaat zo meteen ook weer los, maar nu schijnt het zonnetje strak blauw. Toen dacht ik, nou, dan zou ik nog een ritje doen. Maar mijn baan is helemaal zei ik nat geregend. Dus ja, het valt wel mee. Er ligt 1 grote plas en de rest valt wel mee. Toen dacht ik, zou ik nog een laatste ritje doen. Maar ik dacht, nou weet je, ik ben nog steeds niet helemaal fit. Ik kan er nog steeds zien, want dat is natuurlijk we hebben een afspraak gemaakt dat ik daar kom lesgeven. En af en toe een keertje, 1 keer in de zoveel tijd, een keer kom bijrijden om de dressuurmatige knopjes een beetje intact te houden. Als zijn dus hoeft niet meer zo dressuurmatig en de sport in. Maar het is natuurlijk wel fijn als gewoon dressuurmatig een beetje zo L-niveau erbij wordt gereden. En Jenty staat hier nu achter mij en ik ga haar lekker poetsen. En ja, even de lekker laatste poetsbeurt. En ik heb net nog heel veel met haar gewandeld in het zonnetje, dus dat is ook prima, hè, Jent Panty. Ja, je pintje. Ja, dus ik ga haar nu even lekker borstelen, dat ze er even netjes uitziet voor de nieuwe eigenaren. Ja, oh, vlieg je? Ja. En dan gaan we je daar naar de trailer laden. Hé? Ja. Ja, hè? Nou, ik heb Jente net even de beentjes een beetje soort van gewassen. Ze is helemaal gepoetst. Oh, valt nou touw op de grond, hè? Ja, ik doe even zo haar voetjes nog in het hoefvet. En dan is ze helemaal klaar voor, hè, meisje? Oeh, even van schudden, hè? Ja. Kijk eens wat ons nieuwe vriendje. Dat is ons nieuwe vriendje. Nieuwe vriendje van Ro vooral. Het is een baby nog. Hij is net van mama af. Hij mag bij ons dan opgroeien. Het halsertje zit nog een beetje strak, maar we hebben hem zo opgehaald natuurlijk. Hij snoet. En ik ga straks even wat meer over hem vertellen. Maar hij is net van de trailer af.
Dat is water. Wil je even kijken? Mag wel. En dan gaan we eens even kijken wat hij binnen doet. Hij loopt wel heel braaf mee. Oh, nee, we gaan niet terug naar de trailer. Nee, we gaan zo wat meer over jou vertellen. Maar ga je eerst met mij mee? Kom maar. Zo. Ja, heel even chillenbillen, hè? Eerst hier. Ja, even een beetje eten, even chillenbillen. Even bijkomen. Ro heeft al een beetje kennis gemaakt met hem. Ja, er lag nog een beetje oud poep in. Dus we waren even vergeten. Maar ik denk, ja, eerst maar even gewoon op stal. Hier een beetje hooi. En dan mag hij straks kennis maken met Ro. Maar eerst heel even chillenbillen. Nou, we moeten zo alleen nog even een naam verzinnen voor hem. Wat een snoetje. Hallo, snoetie! Hi. Hallo, kleine maat. Kleine maat. Nee, niet de camera opeten. Hoe bang die net nog was. Hoe brutaal die... Chill, hij is helemaal chill. Maar dat zeiden we net ook al. Hij heeft helemaal connectie met mij of zo, hè? Want hij was net helemaal... Hij was wel nieuwsgierig, maar hij was wel gewoon echt bang net. Hij was heel bang. En net in de trailer... Net in de trailer kon ik hem gelijk pakken. Ja. En dat was in de stal daar net helemaal niet. Ik dacht van, dat wordt toch wat inderdaad. Maar in de stal was hij zo bang. Ja. Heb je jeukie neus? Ja, zometeen gaan we die plank eruit halen. Oh, nee, niet uit door mijn eten. Goed zo. Die plank hier eruit halen. Nee, ik kan hier, net als Ro kijken door zijn staldeur. Even een beetje acclimatiseren dat je inderdaad te vangen bent. Niet happen. Ik ben brutaal zat, jongen. Wow, ja. Weet je wat jij bent? Je bent een soort mini-fjord. Kijk. Ja, hè? Oh, vind je dat lekker als ik daar kriebel? Oeh, kriebel. Oh, dat is een lekker plekje. Gaat hij de muur kriebelen? Schatje, ga maar even daarheen. Ja, dan kunnen we je even helemaal zien op het beeld. In plaats van alleen je gezicht. Zo, hallo. Kleine boef. Het halsertje zit ook lekker strak, maar dan kan hij nergens inkomen te zitten. Want die man had hem zo om. Ja, daar ga ik ook nu niks aan verstellen en zo. Hè? Nee. We gaan zo meteen even jouw naam vertellen. Ja, en het is nog een baby, zoals jullie zien. Dat is een baby. Dat is een baby. Dat is een baby. Je bent heel brutaal en je bent een dikke dik vachie. Hè? Maar ja, het is wel echt een verschil. Dat is echt lekker, hè? Maar net en nu. Ja, heel groot verschil. Zo. Nou, even genoeg geknuffeld. Gaan we de deur dicht. Ga jij maar even kennis maken. Onderzoek uitgaan. Ja, hij mag hier onderzoek uitmaken eerst even. Hij moet eerst even een beetje wennen. En dan mag hij straks wel even naar buiten. En straks mag hij bij Ro gaan staan. Ja. Heb je ook. Oh, worden we wild? Joh, mijn maat. Mijn maat. Kijk, Ro heeft namelijk kijkluikjes. En die willen we dus hier ook gaan maken zometeen. Dan kan hij ook lekker met zijn hoofd naar buiten. Want dan zijn ze nu nog klein genoeg voor... Oh, heb jeuk. Zie je? Het is echt een kriebeltje. Zometeen wel even checken of hij geen luisjes heeft en zo. Ja. Het ziet er niet zo uit. Want Ro was echt... Het zag er echt slecht uit en deze helemaal niet. Dus, nee. Maar wel veel jeuk. Maar dat kan ook die babyvacht komen. Kijk, ja, dat jeuk. Is natuurlijk jeuk. Jeuk! We komen zo terug. Het wordt geen hele interessante vlog in ieder geval. Ja, bij Jent heb ik net niet gefilmd. Omdat, ja, dat was gewoon niet helemaal het moment. En zaterdag ga ik erheen. Voor het eerst om even hun te helpen. Het eerst met rijden. Dus dan zie ik er ook weer. Dus dan kan ik misschien even wat filmen voor de volgende vlog. Kijk nou, snoetje. Maar ik ben nog niet helemaal fit. Dus ik denk dat het gewoon nu een beetje een leuke video is. Dat er gewoon... Nou, een kleine nieuwe is op stal. Het is ook wel heel dubbel, hè, vandaag. Want Jent is dan weg. En dan natuurlijk geen vervanging voor Jent. Want sowieso een chat is geen vervanging voor een Fries natuurlijk. Maar omdat anders Ro zou anders alleen staan. En dat is natuurlijk echt een beetje zielig. Want Vis vreet hem op en Santos die vermoord hem, denk ik. Dus dat was geen match samen. En om nou Ro, die zo klein is, bij twee jonge veulens te zetten. Lijkt me ook niet echt een succes. Dus ja. We hebben een nieuw maatje erbij. En ik hoop dat het net zo terrorist wordt als Ro. Maar we dachten eerst een bijpassende naam bij Roderick. Dus we zijn eerst van Benjamin of Jonathan of Olivier en Roderick. Maar dat dachten we nee, dat gaan we niet doen. Dus we hebben besloten om hem Milo te laten heten. We vonden het wel een Milo. Dat past wel heel goed bij hem. Milo vonden we leuk. Op paspoort heet hij Turbo. Vonden we ook heel leuk. Maar ja, we hebben al een trouble. Een turbo, trouble, ja, ik weet niet. Dus we hebben heel iets anders gedaan. Ja. Ja, we hebben Milo, dus geen Milo, maar Milo. Of ze Engels, zeg maar. Ja, is ook weer net anders. Is ook net anders dan Milo, of weet je wel. Maar ja, het is dus een hengstje. En hij is nog niet eens een jaar, dus hij is nog echt heel baby.
En zijn vader was Cremello Appaloosa. En zijn moeder was Vos Bond, wat we begrepen. Dus ik zie Capri in één keer daar. Maar hallo Kaat. Hallo. Ja, ze zijn even binnen, want het was net mega hard aan het hagelen. Ja, bizar. Maar zijn ouders zijn dus apart kleurtje, behalve mama niet. En hij is zelf Valk Bond. Valkbond, ja, denk ik. Ja, dus hij mag hier komen wonen en over een paar jaar mag hij het showteam misschien wel in, als hij het goed doet. En ja, dan gaat hij bij Ro, heeft Ro een maatje voor het leven, als het goed is. Dus dat is leuk. Ik zit weer in de auto. Ik ben heel even langs huis geweest voordat ik ga voeren. Want ja, ik weet even te woordhamen, maar ik ben echt niet fit. Ik heb ook niet echt kunnen uitzieken. Ik heb zeg maar een avondje, een ochtend en middag kunnen uitzieken. Dus ik ga, in ieder geval de paarden zijn wel gewoon ook gedaan door de meiden en zo. En er is wel wat buiten gekomen. En toen hebben ze gewoon even geen training, dat is even niet anders. Morgen ga ik weer lekker aan de slag met ze. En dan ook volgende week even een wat leukere video neerzetten voor jullie. Maar dit is natuurlijk ook leuk, alleen het is weer even een beetje praten en niet echt wat laten zien, maar meer een beetje kletsen. Want ik wil ook natuurlijk alles eigenlijk filmen überhaupt, maar ook met het stukje... Ja, weet je, ik zie het dan zaterdag wel weer en ik ga er ook les geven en ik rij hem één keer en zoveel tijd rij ik hem erbij en dan komt het allemaal weer goed. Maar ja, het is toch, ja, ze is ineens weg en ze is niet meer van mij en dat voelt dan toch wel heel raar en definitief. En nou zijn dit wel hele, hele lieve, eerlijke mensen waar ze terecht komt. Maar goed, ze staat echt vlakbij, 25 minuten. Dus ja, ik geef dan ook gewoon les daar en kom ik er al één keer in zoveel tijd een beetje een instrument erbij rijden. Nou ja, goed, dat al met al hebben gezegd en gepraat. Stond Ro natuurlijk alleen, dus we hadden een pony op het oog. Die is nu aangekomen vandaag ook. Die stond bij Jente vandaan, ook maar 20 minuten, wel de andere kant op. Maar goed, maakt niet uit, ook maar 20 minuutjes vandaan. Dus het leek allemaal een beetje op de plek te vallen dat ik daar dan ook moest zijn. Dus toen zei ik, nou, ik ben toch in de buurt. Best omdat ik 50 minuten, weet je wel, nog een keer heen en weer ga dan in. Ik heb toch de trailer aan en rij ik wel gelijk door. Ik kan Ro ook gelijk samen staan. Staat hij ook niet gewoon helemaal alleen. Dus die is ook aangekomen. Nou, daar heb ik net al een beetje wat over verteld. Dus Milo. En Milo is nog geen jaar oud. Milo is een valkbond, zoals jullie kunnen zien. En een Shetlander, uiteraard. Ja, het is gewoon een hartstikke leuke, schattige pony. Is nog wel een heel klein beetje, al zou je dat niet zeggen, een beetje schuw. Toen we daar kwamen was hij echt een beetje bangig. Toen ging ik een beetje zo in het hoekje zitten. En op een gegeven moment kwam hij wel kijken. Het ging een beetje zo bij mijn gezicht zo snuffelen. En als ik dan bewoog, dan zat hij achter in zijn box. Maar hij is nu echt super brutaal. Dus dat is wel heel erg fijn eigenlijk. Want ja, dus hij vertrouwt me nu al. Dat is wel heel erg leuk om te zien. Dat hij gelijk weet een beetje al wie ik ben. En dat hij denkt, nou, hij is van de kriebeltjes. Dus dat is wel leuk. Hij is echt dol op kriebelen. Ja, het is een schatje. En dat is dus de reden dat er een Shetlander bij is gekomen, zodat Ro niet meer alleen staat. Ik zeg altijd, leven is te kort, koop Shetlander. En nou, ik koop er nog een bij. Maar ja, weet je, ik ben ook helemaal gek met Ro, dat weten jullie ook, met dol Ro. En uiteindelijk wil ik kijken of, uiteindelijk, hè, jongens, hij is nu nog te jong. Maar of hij dan ook ready is voor het showteam over een tijdje. Dus hij is inderdaad gewoon om te blijven, het is geen verkoopponny. Het is gewoon een maatje voor Ro en een gezelschapsmaatje gewoon überhaupt. Gewoon een extra mascotte, zeg ik altijd, voor de stal. Oh, de camera viel even om. Maar ja, ik ben gewoon heel blij met hem, zeker weten. En apart kleurtje, en daar hou ik van. En dat is helemaal leuk. En ook met die witte beentjes, net Ro, alleen dan anders. Maar ja, nee, echt helemaal leuk. Hij is dus iets jonger dan, een stukje jonger dan Ro. Dus ja, ik hoop dat jullie hem net zo leuk vinden als dat ik hem vind. En ja, het is een beetje dus een dubbele video. Dus eigenlijk het afscheid van Jente. Maar eigenlijk ook de komst van Milo. Dus het is een beetje dubbel, deze video. Het ging ook wat sneller en dan kan ik wel zeggen, het komt over een tijdje. Maar over een tijdje is het... ja, weet je, dan over een tijdje staat Ro de hele tijd alleen. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, ik ga voeren. Ik heb jullie weer een beetje bijgepraat deze video. Ik zal zo meteen op stal nog heel even filmen als ik ga voeren. Als zijnde, dan kunnen jullie nog even de paardjes zien. En dan ga ik daarna lekker mijn bed weer in. Nee, ik ga eerst douchen of in bad. En dan ga ik mijn bed weer in. En ja, weet je, ik wilde het wel even wat van me laten horen deze week aan jullie. Want er is natuurlijk wel gewoon veel gaande geweest met de nieuwe pony en met Jente. Dus het was niet echt de bedoeling om per se een YouTube video up te loaden vandaag.
Omdat ik natuurlijk en ziek ben en er is gewoon veel gaande geweest. Maar ik wil jullie wel even updaten, want het zijn wel leuke updates. Behalve dat Jente weg is, een minder leuke update. Maar eigenlijk voor Jente ook alweer in een positieve zin. Want als je mijn vorige video hebt gekeken, dan kan je zien dat het voor Jente de toekomst gewoon veel beter is. En al met al, eigenlijk alleen maar positief. Maar ja, ik wil jullie dus wel even bijpraten. En ja, ik hoop dat jullie het erg vinden dat jullie weer naar een podcast met beeld aan het kijken zijn. In plaats van naar een YouTube video. Maar ja, goed, ja, ziek is ziek. Maar ik wilde wel echt even wat van me laten horen. Want ik denk, ja, dat zijn toch wel updates. En dan kan ik jullie daarin vervolgens weer mee meenemen. Dus ik hoop dat jullie dat toch wel even leuk hebben gevonden. Dus dat ik even, ja, toch even een updateje heb gegeven op YouTube. Want anders zien jullie dat wel op Instagram natuurlijk. Maar ja, dit is het even. Ik zie jullie zo nog heel even op stal. Laat ik even zien hoe die erbij staat en hoe het met hem gaat. En natuurlijk hoe het met andere paardjes is. Inmiddels op stal aangekomen en ik heb hier, ja, het ziet er heel illegaal uit, ik heb hier jerrycans van de zaak. Mijn vader die doet zijn airbrush natuurlijk. Er ligt alleen een beetje hooi in, maar ik heb net al de helft erin gegooid. Het is gewoon schoon. Alleen ik gooide net, omdat ik hooi heb gevoerd, gooide ik dus net per ongeluk hier hooi in. Zo. Dus weer schoon water voor Roodje. Dat is heel handig, want ik heb hier dus twee van die jerrycans. Deze is nu inmiddels dus leeg. Die heb ik net leeg gemaakt. En dan vul ik ze zo weer. En dan kan ik elke keer gewoon, ja, hoe die het heen en weer met die bak. Want ik heb wel een kraantje daar voor Ro. Alleen Ro die snapt dat niet. Dus het is oké. Okay. Ro, hoe is het met je? Heb je een nieuwe vriend al gezien? Ja, net hè? Ja. Dus een nieuwe vriend die staat dus hier. Dus ik wil hier dan wat eruit halen. En die staat hier nu even te chillen. Hallo! En deze heeft nog even zijn halstertje, omdat hij dus moeilijk te vangen is. En krijgt het halstertje ook nog niet helemaal af. Hij komt de ene keer komt hij wel heel spontaan naar me toe. En de andere keer niet. Maar dit halstertje had hij dus al om. Dus hier even hooi neergelegd. Daar ligt nog oud hooi. Of oud hooi. Nou ja, goed, dat heb ik vanmiddag neergelegd. Op Jokie Bips. Oh, niet omvallen, hè? Ik kan er net niet bij. Hi! Dat is gezel. Hallo! Snoetie! Hallo! Oké, dan beweeg ik mijn hand en dan wil hij nog wel eens even zo nieuwsgierig kijken. Hij heeft echt van die lieve oogjes. Ja, we zijn heel blij met jou. Ja? Ja, we zijn heel blij met jou. Ja, en vooral Ro is blij met jou. Nu lekker buiten, of binnen, en dan morgen, een beetje weer is weer, gaan jullie lekker naar buiten. Goed zo! Ben ik toch niet zo eng, hè? Ben ik toch niet zo eng, hè? Beetje eng. Een beetje eng, hè? Een beetje eng. Goed zo, schatje. Knapperd. Sirocco. Sirocco staat hier. Rocky. Rocky die is aan het eten en dat boeit hem dan niet meer. Hallo. Oh, hey. Hallo. Oh, je hebt een beetje vies oogje. Nou, goed. Ze zit. Sirocco is lekker aan het eten. Dat gaat super goed naar zijn castratie. Ik moet zo even vegen. Hier, Toast. Toast die wacht ook op zijn eten. Capri is ook lekker aan het eten. Die heeft zijn hele hoofd erin geduwd. De boys, doe ik net de deur van dicht. Die zijn hier te eten. Daar is Trouble and Legend staat daar te eten. Fizzy, ik had jou laatst in mijn gewassen. Maar ze hebben allemaal een beetje kleine prutoogjes. Nou, deze box is leeg. Deze box is leeg. Santos staat hier, want hier stond Jent. Santos staat hier. Sunny, moet ik je binnenkort even verplaatsen, zodat je weer vrienden kan maken? Hallo, Sunny. En deze box is leeg. Dus we hebben drie boxen leeg. En het enige wat wel is, Santos is dus weer niet goed. Maar morgen komt Smit en vrijdag komt de chiropractor / dierenarts voor hem. En even kijken. Ik denk ook niet dat het heel erg is. Want hij ziet er gewoon goed uit als zijnde. Hallo. Hij is happy. En de ene keer liep hij dus hartstikke goed. En de andere keer is hij dus net niet helemaal. Het is ook niet kreupel, maar net niet helemaal. Maar ik denk dat het misschien komt door misschien toch een beginnend hoefsfeertje ergens her en der. Dus we gaan het morgen zien. En laatst wat ik al zei, hij had een soort wondje op zijn schouder. Met een verdikking. De verdikking is inmiddels weg. Hallo? Oh, die katten zijn ineens op jouw klok. En van huilend kind. Dus ik denk dat het misschien daardoor kan komen. En dat hij gewoon misschien daar vast zit. Want het ziet er ook uit of van bovenuit komt. Dus ik denk dat hij gewoon vast zit. Maar ja, goed, je weet het nooit. Dus de Smit was sowieso onderweg. Ik wil een lekker takje eten, hè? Ja, waar is River? River! Maar goed, in ieder geval, de dierenarts komt vrijdag sowieso, want hij moet ongeacht sowieso alweer tijd om los te maken, denk ik. Toshi, even aan de kant, dank u. Dus dat was sowieso weer tijd om er wat aan te laten doen.
Dus ik hoop dat hij mee kan naar Horsey Vent. En ik denk dat het sowieso dan niet onder het zadel wordt. Omdat we hem dan al wel even niet echt gereden hebben. Als zijnde 2 weken of zo. Dus ja, op zich is hij nog wel gewoon in shape en in conditie. En ik denk ook wel als we hem een weekje weer langzaam oppakken. Dat hij op Horsey Vent ook weer alles kan laten zien hoor. Alleen het is maar even de vraag of ze wat vinden. Dus ja, ik denk dat het niks groots is. Maar je weet het nooit. Dus Horsey Vent, gaat Santos mee? Het was wel de bedoeling. Maar we houden het nog even spannend. Er gaat sowieso... Komen er 2 paarden van mij mee. Eentje is al zeker vastgesteld die meegaat. Maar die hou ik nog lekker geheim. En de ander die meegaat... Is dus niet zeker. Is dus nog niet zeker. Daarna komt sowieso met mij de demo geven. Als het goed is. Als ze nog durft. Nee, maar dan zien jullie daarna ook. Hartstikke leuk. Ja, ik ga even brokjes geven. Ze hebben net hooi gehad. En ze zijn nu al even aan het knabbelen. Dus ik ga nu even brokjes geven. En dan heb ik jullie weer een beetje bijgepraat over Horsey Vent. En over Santos. En over waarden. En over mijn nieuwe aanwinstje. En over Jent. En dan houden we het hier bij vandaag even. Want beroerd. Het gaat nu wel iets beter om mijn neus open. Maar ja. Even nog een dikke schep pakken. Zo. Maar ja, het is natuurlijk nog gewoon even spannend wat het allemaal gaat doen. Wat meegaat. Dus voor jullie ook een verrassing, maar voor mezelf is het ook een verrassing. Kijk eens, Sunny. Ja, dus dat is even de vraag wat het allemaal gaat doen. Alsjeblieft. Dus ik laat jullie weten zodra ik het weet. Maar eentje blijft sowieso een verrassing. Oh ja. En ik heb dit nog helemaal niet in jullie laten zien. Ik heb dus een lokkerkast. Ik bedoel, hoe cool is dit? Dit is toch leuk? Dit is toch helemaal top? Want het is dicht. Die stellingkasten hier zijn dus weg. Ik heb alleen een lokker. Nou, kijk, zoals hier. Hoppakee. Kepje erin. Ideaal. Poetstas. Nou, hier komen uiteindelijk dan de verzorgingsproducten in. Nou, zoals je ziet. Hoppakee. Die leg ik wel even zo, want die is een beetje kapot gegaan. Wat zit hier ook weer in? Even kijken. Ah, kijk, hier staan de wasspullen. Deze borstel gebruiken voor de hoeven. Schoonmaken. Oh my god, het onweert. Wat nice. En Sectolin natuurlijk, de shampoos. En het onweert buiten, dus ik ga heel snel. Kom jij naar binnen dan? Riffje. Ja, ik moet dit allemaal even opruimen, jongens. Let er niet op. Chaotische dag. Kom eens even bij de baas. Kom eens even bij de baas. Kom. Hallo, Sinoetje. Hallo, Skeetje. Hallo. Ga jij lekker naar binnen? Hé, hey, je moet wel weer muizen gaan vangen, want ik vind je een beetje schraaltjes worden. Want je krijgt hier al 2 zakjes vlees op een dag. En dan krijg je unlimited brokjes. River. Hé. Hey. Maar je wordt een beetje schraaltjes. Nou ben je sowieso niet echt een dikke kat. Kom, we gaan even de brokjes bijvullen. Want je hebt net al vlees gegeten, hè, Riff? Nee, jij was er helemaal niet. Want ik zei, waar is River? Nou... Kom even hier, want ik heb jou helemaal niet gezien. Daarom ben je ook zo mager. Dan moet ik zachtjes zijn, want dan komt de rest zo'n zakje opeten. Kom. Hup. Zo, lekker geknoeid. Oh, je hebt een brokje in het water gemorst.
Nou, lekker eten, want je bent mager. Schiet op. Ja, dat is dus het lastige. Ik heb natuurlijk 3 katten. En zo, hoe kan ik er doorheen? En 3 katten die... die andere 2... Ik bedoel, ze sluiten niet buiten, want ze liggen echt vaak samen hier. Dus misschien zijn ze ook hier nu? Nee, ze zijn niet hier. Maar, dan zie je dus wel gewoon terug dat hij af en toe wat later aankomt kakken dan de rest. En hebben de rest het dus al opgegeten. En als ik zelf niet voer of iets, dan... Ik weet... Ja... Oh, mijn spijker is eraf. Wat nice. Maar dan hebben ze het vaak niet door, weet je wel, dat hij er niet is. Of dan denken ze, ah, dan ja, komt hij wel eraan. Zo. Maar dat is dus dan niet zo, zeg maar. En dan word je dus wat mager, omdat, ja, ik bedoel, het wordt al wat kouder. Dus ik denk niet echt zo sneer dat die muizen heel snel eruit komen allemaal. Maar zitten muizen altijd natuurlijk overal, maar dan zitten ze wat meer beschut. Dus, even rekening mee houden. En, het heeft echt mega hard geregend. Dit is de enige echte plas in mijn bak. En daar achterin, je ziet een beetje een heel klein plasje en daar een plasje. Over de rest is hij echt prima te rijden. Dus dat is wel heel fijn. Maar vanmorgen lag hij echt helemaal onder water. Ik voel me gelukkig wel ietsjes beter. Even in de frisse lucht. Maar ik hoorde het net onweren. Dus je ziet, is het ook echt super donker. Hoppakee. Snel naar huis. Dan ga ik bij deze ook... Oh, mijn haar in mijn gezicht. De vlog afsluiten. Of nou ja, het is niet echt een vlog. De video afsluiten eerder. Ik hoop dat ik jullie even een beetje bij heb kunnen kletsen. Even het hek op slot. Praatjes. Oh ja, trouwens. Zie je deze dingen? Deze balen. De gemeente vond het een goed idee om daar op dat natuurgebied achter ons stal het allemaal te gaan maaien. Op het riet en zo. En dan dit soort rolletjes klaar te leggen. En dan dat morgen gehaald wordt. Maar zonder... Even zo hoor. Ik wil oké. Maar zonder overleg. Dus mijn parkeerplaats ligt ineens vol. Random. Met dit soort dingen. En ik kon de trailer eigenlijk al niet eens parkeren. Dus ik sprak een van de jongens aan van... Yo, wanneer gaat dit weg? Of ik kan amper mijn trailer parkeren. En toen zei ze... Oh ja, het wordt morgen opgehaald. Ik zei, en mijn overbuurvrouw die daar woont... Recht tegenover deze parkeerplaats. Dat is ook wel van hun, zeg maar. Volgens mij gewoon. Ik weet allemaal niet hoe het zit of precies. Maar in ieder geval, het is wel privé. Toen zei ze ook wel... Nou, het is toch asociaal. Dus ja, klopt. Maar ja, goed. In ieder geval, morgen is er weg. Dus prima. Ik doe er niet zo moeilijk over. Maar wel de hele grond hier ligt helemaal vol met zooi. Nee, goed. Heb ik net mijn parkeerterrein schoongemaakt. Hè? Maar goed. Het is voornamelijk even een kleine update video. Ik voel me nu wel iets beter. Maar zoals je ziet, het weer gaat het echt niet doen voor een trainingsvideo. En ze zijn verder allemaal gelongeerd. Gewoon lekker anderhalf uurtje vandaag. Dus morgen weer een dag. En dan ga ik gewoon weer verder. Nou, in mijn vorige video heb ik dus een stukje training opgenomen met Jente. Daar deden de microfoontjes het niet. Dus die heb ik even zonder microfoontjes. Of die deden het niet, die waren kwijt. Of er was iets mee in ieder geval. Ik heb andere microfoontjes gevonden. Ik weet niet of die het doen. Die andere doen het wel, maar daar zit een heel licht kraakje in, merkte ik. Dus ik moet even gaan sleutelen bij welke microfoontjes het beste zijn. En dan kan ik weer een andere trainingsvideo opnemen. Dus ik hoop dat jullie de vorige video, ondanks dat jullie het niet goed konden horen, leuk vonden. Want dan kan ik daar weer een beetje op die tour verder. Dat ik zeg maar een video opneem dat ik aan het rijden ben, aan het grondwerken ben, met uitleg. Ik denk dat dat misschien een leuke uitleg is met vis. Denk niet voor de volgende video. Omdat ik ook zeg maar ga uitleggen hoe ik mijn paarden train op horse event. Dus het is meer voor na horse event video. Voor de mensen die op horse event zijn geweest. Of de mensen die op horse event zijn geweest en het leuk vinden om nog wat meer te weten. Ik ga niet precies hetzelfde vertellen natuurlijk. Maar ik ga wel uitleggen wat mijn trainingsmethode is. En waarom ik doe en noem maar op. En horse event wordt echt leuk. Maar ik weet nog niet met welk paard. Ja, verder sorry voor het hele gesprek weer. En op de vlog. Alleen wat ik al zei. Ik ben niet helemaal fit. En de ene moment zit ik hier in mijn energie. En de andere moment zit ik daar in mijn energie. Dus je merkt echt dat ik een beetje aan het beter worden ben. Maar nog steeds niet fit ben. En als ik dan druk ben geweest. Zoals net vanmiddag. Dan kak ik helemaal in aan het einde van de dag. Dus vandaar dat de vlog dus ook een 2 dagen. Nee, 1 dag. 1 dag later online staat. Sorry daarvoor. Vandaag moest hij eigenlijk online komen. Wanneer ik dit film. Dus ik heb vandaag even wat opgenomen. Zodat ik jullie een update kon geven. Wat ik, volgens mij heb ik het verhaal echt al 10 keer verteld. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En laat even weten wat je in de volgende video heel graag wil zien. En of je aanwezig bent op Horse Event Pro de zondag. En of je aanwezig bent de zaterdag. Ik ben ook de zondag er. Maar ik geef zaterdag een demo. Om 10 uur ochtends. Zorg dat je op tijd bent. Voorkom files. Want als je in de file staat, is het zonde dat je mijn demo mist. Maar 10 uur ochtends recreatiepiste. En hoop ik jullie daar te zien op Horse Event. En dan bij deze. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. En ja, laat alles even weten in de comments. Doei!